Altijd al een matte afwerking op je muur willen hebben die beschrijfbaar is met krijt? Wij leggen je stap voor stap uit hoe je Flexa Creations schoolbordverf aanbrengt. Je begint met het reinigen van de muur met Alabastine verfreiniger. Dan begin je met het afplakken van een rechthoek. Je meet eerst de onderste rand af vanaf de grond. Daarna verbind je de punten met tape. Als de tape recht zit, meet je de bovenste rand af. Uiteindelijk verbind je de twee stukken tape en je rechthoek is klaar. Je begint met het schilderen van de randen en hoeken met een kwast. Daarna schilder je de rest van de rechthoek met een viltlakroller. Om een sterk schoolbord te krijgen zijn 2 tot 3 lagen het beste. Na het schilderen verwijder je direct de afplaktape, zodat de schoolbordverf mooi blijft zitten. En voilà! Nu kun je op de muur schrijven en tekenen.